Assalamu alaikum, vrede zijn met jullie. Welkom bij de tweede les van de lessenreeks Basis Islam. In de vorige les hebben we het gehad over een korte inleiding en daarna hebben we het gehad over de term Islam. Wat betekent dat nou taalkundig, wat betekent dat technisch en wat is de link tussen Islam en moslim zijn. Ook hebben we geleerd dat Islam slechts een onderdeel is van het groter geheel wat ook islam wordt genoemd. Dus islam is slechts een onderdeel wat zich beperkt tot lichamelijke activiteiten. Dus het verrichten van het gebed, het verrichten van vasten, dus het vasten, zakat geven, de hajj, dus een fysieke reis, en de shahadatin die je met je tong dient uit te spreken. En uiteraard gaan deze rituelen gepaard met zowel innerlijke proces als een uiterlijke proces. Wat bedoel ik daarmee? Innerlijke proces, dus geloven van binnenuit, wat we vandaag gaan behandelen, wat we nu in deze les gaan behandelen, en het uiterlijke, namelijk het gedrag, hoe dat zich resulteert in de praktijk. Dat gaan we de volgende les behandelen. Het tweede gedeelte waar we het vandaag over gaan hebben, het tweede gedeelte van een groter geheel, namelijk het islam, is al-iman. Al-iman betekent letterlijk geloven. En als je naar de taalkundige betekenis gaat kijken, dan tref je betekenissen als al-aman, veiligheid. En veiligheid is dus een belangrijk aspect van geloven. Waarom? Omdat iemand die tot de conclusie is gekomen dat er, nu we het over God hebben, dat er een God bestaat, die ervaart ook een bepaalde innerlijke veiligheid. En daarom is geloven alleen op zekerheid gebaseerd. Dus op het moment dat iemand daadwerkelijk is na gaan denken over het bestaan van God en de bewijzen en de tekenen die hij heeft getroffen, die hij in zijn leven is tegengekomen. En daarom is iman ook vanuit een islamitisch perspectief een tweede niveau. Het is niet hetzelfde als islam. Moslim zijn betekent iemand die zich aan de rituelen houdt, aan de verplichtingen houdt. En iman betekent iets een hoger niveau, want dat is iemand die overtuigd is. En daarom wordt het vak waarin geloofsleer, waarin dus het geloof wordt onderwezen, wordt ook aqida genoemd. En aqida is afgeleid van de term uqda, wat een knoop betekent. Op het moment dat je dus iets zeker bent van iets, ga je daar een knoop overheen zetten. Hè? Om het vast te zetten. Om er zeker van te zijn dat dat goed zit. Dat is uiteindelijk al-iman. Al-iman is gestoeld op zekerheid. Is gestoeld op bewijzen. Is gestoeld op tekenen. En daarom ben ik het persoonlijk, met alle respect voor andere mensen, niet eens met degene die zeggen, geloven is voor domme mensen. Geloven is voor zwakken. Geloof is juist een krachtig middel om verstand uit te dagen. En daarom worden voortdurend in de Koran uitgedaagd. Denken jullie niet na, gebruiken jullie verstand niet, ga jullie niet nadenken over de tekenen die God jullie heeft gegeven. En daarom zien we ook dat de Koran over tekenen in de Koran spreekt, maar ook tekenen in het heelal, in het universum. God daagt ons ook uit om daarover na te denken, om daar vragen over te stellen. Een van de mooie vragen die ik persoonlijk vind, is dat hij ons uitdaagt om naar onszelf te kijken, of hij een fusie komt. En vanuit op Siron, kijken jullie niet naar jullie zelf, hoe jullie geschapen zijn. Kijken jullie niet naar de kamelen, hoe ze geschapen zijn, naar de bergen, hoe ze geschapen zijn. Probeer daarover na te denken en trek zelf de conclusies. We hebben al eerder gezegd, je bent hier op aarde gezet, wie heeft de keuze ooit voor jou gemaakt? Je gaat op een moment dit leven verlaten. Wie zal die keuze voor jou maken? Dus een iman is een innerlijke proces. Een iman is een resultaat van nadenken, van vragen stellen, van tekenen die God ons heeft gegeven, om daarover te reflecteren. En daarna tot de conclusie komen, er bestaat een God. Er bestaat een hiernamaals. Er bestaat een paradijs. Een van de zaken die bijvoorbeeld gedurende ook mijn processen, want ik beschouw iman geloven als een doorlopende proces. Het stopt niet. Je bent voortdurend bezig met het versterken van je geloof, het versterken van je iman. En soms stel ik mezelf de vraag, zou het eerlijk zijn geweest als er geen hel en het paradijs bestonden? Zou het eerlijk zijn geweest als Hitler zoveel miljoenen mensen uitroeit en daarna zelfmoord pleegt? En dat er geen moment van berechting zal komen? Is het eerlijk, zou het eerlijk zijn geweest als een arme moeilijk leven heeft geleid?
pijn heeft geleden en maar een goed mens is geweest, en dat die persoon komt te overlijden zonder beloning, voor mij is dat niet realistisch. Het komt ook niet overeen met hoe wij als mensen geschapen zijn, beloning en bestraffing. Wij kennen het als mensen zonder dat we ons gaan linken aan welke religie dan ook. We weten wanneer je iets goeds doet, dat je ervoor beloond moet worden. En wanneer je iets slechts doet, dat je ervoor bestraft wordt. Dat is een natuurwet, zoals dat heel vaak wordt genoemd. En ik beschouw het als een goddelijke wet. Dus een iman is een kracht die een persoon meeneemt om zelfs moeilijkheden om tegen te gaan. Om beproevingen op een goede manier te interpreteren en te begrijpen. Want dat wordt allemaal gelinkt aan het lot. En de schepper. En wat hierna komt. Want dit leven is slechts heel kort. Is slechts een brug die we over moeten steken om naar het hiernamaals te gaan. Want het leven is wel eeuwig. Wat ik daarmee bedoel is, we zullen eeuwig in het paradijs of in de hel, mag God ons daarvoor behoeden en beschermen. Dus het is een hele serieuze zaak om daar ook goed over na te denken. En daarom bestaat de iman, oftewel geloof, bestaat uit 6 pilaren. We gebruiken heel vaak de term pilaren omdat dat een fundament is. Op het moment dat dat neervalt, dan valt het hele gebouw uit elkaar. Die zijn niet los te maken van elkaar. Je kunt niet wel in God geloven en niet in de profeten. Want de profeten zijn uiteindelijk naar jou gestuurd met een bepaalde boodschap, met een message die wij dienen te begrijpen, dienen te vragen dienen daarover dienen te stellen, maar ook dienen te accepteren. En als wij voldoende inspanning tonen, dan zal God ons tot het goede of naar het goede leiden. De 6 pilaren van al-Iman. Het eerste is geloven in de goddelijke eenheid. Geloven in de goddelijke eenheid, dat betekent dat iemand vanwege de zoektocht die hij heeft gestart, vanwege de inspanning die hij heeft getoond, tot de conclusie komt dat er maar één God is die het recht heeft om aanbeden te worden. Geen 2, geen 3, geen 4 goden. God is de almachtige, de grootste. God is de barmhartige, de voorziener, de opener. Hij is alles. Hij is de planner, hij is de schepper van alles wat wij hier op aarde meemaken en wat wij op aarde zien. Niet alleen maar wat we zien, maar wat we ook niet kunnen waarnemen. En dat is een hele rationele conclusie. Want waarom zou een almachtige, een God, een onafhankelijke afhankelijk moeten zijn van een ander God? Of afhankelijk moeten zijn van een mens? Of afhankelijk moeten zijn van een ander schepsel die hij gecreëerd heeft? Hij creëert middelen. Klopt. Hij creëert middelen dat wij van elkaar afhankelijk zijn. Dat de profeet afhankelijk is van een engel om een boodschap te ontvangen. Want de dimensie waarin wij als mensen leven, dat is niet iets waarin God zich bevindt, omdat hij de schepper hiervan is. Dus hij bevindt zich buiten tijd, buiten ruimte, buiten oorzaken en gevolg. Dus dat geldt niet voor God op het moment dat we dit soort vragen stellen. Van maar wie heeft dan God gecreëerd? Dan kom je terecht in een oneindige cirkelredenering. Je zegt van die God heeft die God gemaakt, maar wie heeft die andere God gemaakt? Je kunt dus dezelfde cirkel rondjes gaan maken de hele tijd. Of dat je oneindig blijft doorgaan. Ja, die is doorgecreëerd door die, door die, door die, door die. En dat kan het verstand niet accepteren. Verstand heeft regels. Als je dit bij elkaar doet, dan kom je tot de conclusie dat dit het is. En als we zien dat iets gecreëerd is, dan weten we dat er een schepper is. Op het moment dat we niet kunnen bewijzen dat die schepper ook door een andere schepper gecreëerd is, dan is dat de schepper die geen begin heeft en geen eind. Punt. Dan ga je bepaalde rust, innerlijke rust ervaren. Iemand die zich daar meer in wil verdiepen, kunnen we de nodige literatuur raadplegen om dit specifieke onderwerp uitgebreider te gaan behandelen. Dat noemen we tawhid, de goddelijke eenheid. We geloven dus dat hij de schepper is, dat hij de maker is, dat hij de voorziener is. Hij heeft minimaal de 99 namen die iets zeggen over zijn essentie, die iets zeggen over ons band met de schepper en hoe hij ons voorziet en hoe wij daar tegenover dienen te gedragen. Tweede pilaar
geloven in de profeten. Want God heeft bepaalde profeten met wonderen gestuurd. Heeft heel veel profeten en boodschappers gestuurd. Ook boodschappers en profeten die in de Bijbel bijvoorbeeld voorkomen. Of in de Torah. Zowel in het Oude als Nieuw Testament. Profeten als Mozes. Profeten als Abraham, Ibrahim of Musa, profeten als Jezus, die hebben bepaalde wonderen van God gekregen om hen uniek te maken, want ze zijn uitverkoren, zijn gekozen om de mensheid uit te nodigen, om de mensheid van de juiste instructies te voorzien. Dus ze hebben wat extra's nodig om te bewijzen, om te kunnen bewijzen dat ze wonderen hebben, dus dat ze profeten en boodschappers zijn. Anders zou mensen hen niet kunnen geloven. En daarom zien we dus dat profeten heel veel wonderen hebben gekregen, maar ook een openbaring. Die openbaringen die wij van God hebben meegekregen, die vormen de basis van hoe wij het leven moeten doorbrengen. Hoe we met elkaar dienen om te gaan, maar hoe wij ook naar God moeten kijken en hoe we hem op de juiste wijze kunnen dienen. En daarom geloven we vanuit een islamitische perspectief dat alle profeten hetzelfde zijn. Dat alle profeten met dezelfde boodschap zijn gekomen. Dat alle profeten uitnodigen naar de goddelijke eenheid. Dat alle profeten het goede stimuleren en het kwaad en het slechte aanbevelen om die te verlaten, om daar afstand van te nemen en het om uit ons leven te verwijderen. En daarom zegt de profeet, alle profeten zijn broeders van elkaar. In een andere overlevering zegt hij, ik ben slechts de laatste bouwsteen. Met andere woorden, andere profeten hebben het gebouw neergezet. En hij was slechts die laatste bouwsteen om het groot geheel af te ronden. En daarom geloof ik dus dat de profeet Mohammed, vrede zij met hem, de laatste boodschapper is die naar de mensheid, is gestuurd. Dat is even wat profeten betreft. De boeken die geopenbaard zijn, we geloven dus in de Bijbel, we geloven zowel in Torah, de Evangelie, de Injil, we geloven ook in de Koran, dat dit goddelijke openbaringen zijn. Echter, we geloven als moslims, vanuit het islamisch perspectief, dat andere boodschappen niet volledig bewaard zijn gebleven, maar dat de Koran wel met een vaste keten, met een vaste methode ons heeft bereikt. Zonder dat er iets aan is veranderd. Ook niet vertaald naar een andere taal. Hij is in oorspronkelijke taal gebleven. Ook als iemand zich daarin wil verdiepen, heb ik ook een literatuur daarvoor die men kan, die men kan raadplegen. Dus geloven in de engelen, geloven in de profeten, geloven in de boeken, geloven in de engelen. We geloven dat engelen ook wezens en schepselen zijn die God gecreëerd heeft. En elke engel heeft een bepaalde functie, zowel in dit leven als in het hiernamaals. Er zijn bewakers van de hel, er zijn poortwachters in het paradijs, er zijn engelen zoals de Jibril die zich alleen maar bezig hebben gehouden met de openbaring. Er zijn engelen die met een individu aanwezig zijn om hem te beschermen, om zijn dagelijkse activiteiten bij te houden. Dat zijn dus schepselen die uit licht zijn gecreëerd door God, zoals hij de mens en de djinn gecreëerd heeft. En naast de engelen hebben we dus iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa liyawmil akhir. We geloven ook in het hiernamaals. Wat betekent hiernamaals? Dat er dus een leven is na de dood. Sterker nog, dat dat het echte leven is. Deze dood is slechts een fase die wij dienen af te ronden om vervolgens naar het hiernamaals te gaan. Een hiernamaals waarin het paradijs en de hel aanwezig zijn, maar ook dat er een moment van berechting zal komen, dat iemand zijn verantwoording moet afleggen voor Allah, bij God, dat er dan ook een wederopstanding zal zijn, dat mensen weer tot leven worden opgewekt om zich af te verantwoorden, om uiteindelijk hun eindbestemming te bereiken, namelijk de hel of het paradijs. En wij geloven dat wij als moslims voor het paradijs,
als mensen voor het paradijs zijn gecreëerd. Want de eerste mens is in het paradijs gecreëerd en niet in de hel. En ook niet op aarde. Later is hij op aarde geplaatst. Met andere woorden, onze oorsprong, onze basis is het paradijs. God creëert geen moeilijkheden voor ons, zodat we in de hel terechtkomen. Nee, sterker nog, hij creëert en hij opent alle poorten en deuren voor ons om juist zijn tevredenheid te krijgen en om het paradijs te bereiken. Dit is het eindresultaat, dit is eindbestemming van iedere mens die goede bedoelingen heeft, oprechte intenties heeft en toenadering tot God zoekt. Ook een van de zes pilaren van Iman is geloven in het lot. Wat betekent geloven in het lot? Geloven in het lot betekent dat een individu gelooft in de kracht en de macht van de Almachtige, van God. Dat alles volgens zijn planning gaat. Dat betekent niet dat we geen vrij wil hebben. Nee, God heeft ons bepaalde ruimte gegeven, bepaalde ruimte geschonken om daarin te bewegen. En binnen die kaders moeten we het doen. Als we niet eten, gaan we dood. Als we niet drinken, gaan we dood. Als we niet voldoende slapen, worden we ziek. Dat zijn allemaal goddelijke kaders, goddelijke regels. Sommigen beschrijven dat als natuurwetten. Vanuit mijn perspectief is dat natuurwetten die door God zijn gecreëerd en vastgelegd. Want ooit is er een keuze gemaakt dat die specifieke natuurwetten zouden gelden en niet een andere natuurwet. Dus voor mij is dat gewoon een logische verklaring dat door een Almachtige is gecreëerd. Hoe we die gaan noemen is een ander verhaal. Dat is een andere discussie. Maar we geloven dus, als moslims, dat wij binnen bepaalde kaders bewegen. Kaders van het lot. Kaders van qada en qadar, waarin wij ook onze eigen vrije wil hebben. Want het lot, als we kijken naar tijd, ruimte, dan kunnen we deze onderverdelen in tijd, of in ruimte eerst, en dan hebben we tijd, die kunnen we onderverdelen in verleden tijd, heden en de toekomst. Voor God zijn dit allemaal hetzelfde, want hij heeft zowel inzicht in het verleden, als in het heden, als in de toekomst, want hij bevindt zich buiten tijd en ruimte. Dus ja, hij weet wat we gaan doen, en daarom staat het alvast geschreven. Hij weet wat wij van plan zijn om te doen, wat we over 10 jaar zullen doen, wat de mensen over een paar 100 jaar zullen doen, dat staat allemaal vastgelegd in een bewaarde boek. Dat wilde ik even voor vandaag met jullie delen. Ik hoop dat jullie het interessant, maar vooral leerzaam vonden. Als er opmerkingen zijn of vragen of fouten, want wij zijn mensen, we spreken, we kunnen ook fouten maken. Als er fouten zijn, dan horen we dat graag. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.